vandaag woensdag, 17 juli, en we gaan op kamp. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Jij ook? Ja. Kijk. Hebben jullie er wat zin in? Hij heeft een baby. Oké. We gaan in de bus. Ja, heel veel plezier. Een beetje lief zijn voor Henny. Hi. Hoi, we gaan naar Schrolo op met het jeugdcentrum met z'n allen. Die heeft er nou niet zin in. En zitten in de bus. Daar gaan samen ook een boeide niet. Jongens kunnen dat niet. Mij dan wel. In een bed. En ja. En we gaan ook een stapelbed met hem onder. Zodat we ramen van de zachte dekens. Jij kan maar één mee, hè? Ja, maar ik heb ook een mee. We zijn er! Dit is de slaapkamer. We gaan gewoon de hele tent, we gaan gewoon Area 52, gaan we gewoon de aliens zoeken. Het is helemaal mama die kai. Gaan we gewoon die aliens zoeken, Mati. Welkom bij NRS Jeugdjournaal. Hallo, ik ben de presentator. Wij zijn hier met z'n allen. We gaan hier vandaag wat doen. En ja, ik ben hier met Laura, lieve meid, en Sven. En we gaan vandaag iets doen. En ik ga je nu met een handdoek slaan. Ik heb nu dubbele camera aan, dus ja. Ik kan ook nog eens eventjes achter mij kijken. Nee, die doen we gewoon voren, want dan weten we waar we lopen, zie je? Ja. Dus, ga gewoon lekker doorlopen. We zien jullie zo. En we zijn live. We gaan straks gaan we zwemmen. We hebben een programma, we gaan om 1 uur eten. En we gaan ook... met een paar kinderen. En daar gaan is shooting live. En hier is de keuken. De glas van huis. Cultuur. Eten. Nog meer. En hier is Twan. Hallo. Hier is Henny. Al geloven dat hij. Hallo. En hier is eten. Oh. En hier is Hobbe. Yo man. Hoe is het? Goed. We zijn in het bos en we gaan zwemmen. Niet in het bos natuurlijk. Ergens anders verderop. 0,5 kilometer. We gaan zo meteen gaan we zwemmen. En bij een meertje. En ik loop met Jay. En daar achter ons loopt een groep. Op de camera zie je er altijd lelijk uit, hè? Ja, dat zit in het groepje. Ja, jij. En daar loopt ook een nieuw groepje. En we daar op Patrick. Wist je dat we al zo ver gelopen hadden? Wat jullie hebben gekozen wat mag bouwen, dat zijn de enige mensen die aan de blokjes mogen zetten. Hier onder deze theedoeken heb ik het voorbeeld wat je moet bouwen. Hieronder staat wat jullie met die blokjes moeten bouwen. De mensen die goed kunnen onthouden zijn de enige mensen die mogen kijken. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En de rode moet daar. En groen moet daar. Nee, die moet. De rode moet daar. Nee, maar het is bijna goed. Deze moet zo. Die moet zo. En dan waar die. Moet je hem ook fout, hè? Blauw. Stop. Jullie wat zijn de hel? Ik zag mij echt bang. Ik ben ook bang. Ik zag er al wat gebeuren. Ja, ik ook. Maar jij lacht nog. Jullie moeten niet zo bang doen. Loop gewoon verder. Bang doen? Ja, zoals je net. Ja, moet jij zeggen, jij zit lekker te leren. Jij denkt, wij komen hier. Ja, wij komen jou gewoon in maar spelen. Nee, maar helemaal niks. Kunnen we alsjeblieft stil zijn? Mijn benen zijn dood. Jij gaat mij straks naar boven tillen. Dat weet ik niet of ik dat wil doen. Maar wat hebben we gedaan dan? Lopen. Vond je het wel leuk? Ik heb gelopen. Ik dacht sowieso. Word je knap worst. Was echt irritant. Wat was irritant dan? Ik zag een hert en dat was niet normaal. Maar hoe ging het bij jullie dan? Ja, heel kut. Waarom? Beter dan jullie. Fijn. En waar was je met Robben? Waar was je met Robben dan? Robben? Je kan niet rijden. Hij kan niet rijden, hij ging elke schommelen zo. Hij was dronken. Hij was totaal niet de bol. Nee? Hij is een paar rijbewijs met de pakje. Doe ik nooit meer. Dat zei hij zelf ook, bij je pakje roomboot. We werden gedropt in het bos. Ja. En hoe ging dat dan? Slecht. We gingen de eerste ronde al fout. Hoezo? We gingen 15 minuten oplopen. Ja, hoezo? Jij was met ons. Ja, maar ik mocht me niet bemoeien, toch? Nee, maar jij niet dus gewoon ergens heen lopen en dan klaar. Ja. Is goed? Nee. We hebben omgelopen. We hadden ook geen navigatie of niks, hè? Nou, eigenlijk wel even. Nee, joh. De wifi was uit. Nou ja, dat was geen wifi. Dus. Waar in de middel van nowhere. En er is veel geld. Ja, maar niet door ons. Nee, niet door ons. Nee, gelukkig niet. Ik heb ook niet gehad. Weet je, we hadden lekker gegeten. Gisteren hadden we de dropping gedaan. Hopelijk heeft nog niemand erop gepraat. En we waren best bang. En ik zeg het eerlijk, ik heb best gehuild. Het was best eng. Ja, Gaby zag ogen, hè? Ja, toch die oh ja, dat had ook gehuild. Ik wel. Dat was echt eng. Zag je echt... En wat we ook zagen... We zagen ook een huisje. En, stil even. Ja, ogen. En er was ook een huisje en we dachten dat er mensen in zaten. En dat was best eng. En ik heb daar een nachtmerrie over gehad. Ja, nee, dan kunnen we nu niet praten. Hoi, man. Kijk, dus toen ook... was ook een bordje met stond Tweede Wereldoorlog van een bom. Er was een hele grote gat daar, maar dat was echt eng. Vanmiddag gaan we ook naar Grollo, super veel zin in. Sorry. Ik heb mijn geld ook mee. Nou, we gaan dus naar Grollo, we kan kanoën, de trampoline in de bomen. Fuck. Kelly! Kelly! Zo, dit is gekke Anja. We zijn bij Grollo. Ja. We zijn gaan zwemmen. Nou, we zijn niet echt met de rest van de groep. En we hebben geklommen. En trampoline gesprongen. En we hebben water gedronken.
Rollout chill sessie gaande hier zo. Was een chill sessie, nou is het een bounce sessie. Hi, Sofiane. Ja, we gaan nu de parcours doen. En dan ga ik weer lekker naar de Bunchy Game. Naar Punten is er allemaal. En toen kwam hij een man tegen en hij wou graag een drankhertje. En toen zei die man hier helemaal rechtdoor en dan kom je er vanzelf tegen. En dan kan je daar wel een drankje doen. Dus die Marcel die liep daarheen en ja. En toen ging hij daar een drankje doen. En toen zeiden die mensen, hoe weet je dat je hier een drankje kan doen? Nou ja, dat zei een man in een lange regenjas. Ik heb allemaal snoep gedacht. Nice. En toen zei hij, ja, maar die man is al lang dood. Oh, dat is raar. Oké, doei. Wij zijn net weer terug van kamp. Het was superleuk. En wat vonden jullie ervan? Ook leuk. Ja. Alleen ik sliep als een plank. Ja, ik ben een paar keer wakker geworden. En het was echt superleuk. En vergeet niet om te abonneren en te liken.